U voelt hem al aankomen ongetwijfeld. We hadden het eventjes inspelen niet over deze Jaromir Radke uit Polen. Maar over de man daar rechts in uw beeld. En dat is Lucas Patsoulas, de 22-jarige Griek, afkomstig uit het Nederlandse Overschie. Dit is Radke. En hij is voor het eerst als Griek, niet alleen hij, maar het is voor het eerst dat een Griek in de geschiedenis van het internationale schaatsen meedoet aan een wereldkampioenschap. Hij heeft een beetje ten onrechte erg veel publiciteit gehad de afgelopen dagen. Maar dat zal alles te maken hebben met, laten we maar zeggen, het Antonio Gomez-syndroom. Wat u nog wel kent van enige jaren geleden. De Spanjaard die ook zijn krabbelavontuurtjes op het wereldkampioenschap liet zien. Waarbij het publiek mateloos populair werd, zeker in Nederland. Nou, dat is een beetje wat deze Patsoulas denk ik ook nastreeft. Er zijn veel Nederlanders hier. Hij heeft veel publiciteit gehad de afgelopen dagen in de Nederlandse dagbladen. En hij moet nu in ieder geval iets laten zien. 500 meter, dat schijnt nog wel te gaan. Ik druk mij voorzichtig uit. Zijn manager heeft geroepen dat hij daar al eens 44,5 seconden over heeft gedaan. En de Noorse televisie is er zowaar in geslaagd op tijd ook het vignet van de Griekse vlag in beeld te brengen. Dat is natuurlijk toch even wennen. Dat ben je bepaald niet gewend bij dit soort evenementen. De startprocedure verloopt ook bij deze heren niet echt vlotjes. Maar Patsoulas mogen we dat niet kwalijk nemen. Onervaren als hij is. 510 kilometer, daar gruwt hij van. Maar wat die 5 kilometer betreft zal hij er toch aan moeten geloven. En inderdaad, het Antonio Gomez-syndroom laat zich nu ook vertalen naar de bewegingen op het ijs. Het is de schaatsenrijder Radke uit Polen die opent in 11-3, ook een matige tijd natuurlijk. En het is de nog schaatsenrijder willen worden. Man uit Griekenland, Patsoulas, die met 12-3 zorgt voor de langzaamste opening tot nu toe. Maar ook nu blijkt dat hij zich alweer mag verheugen in de steun van het Nederlandse publiek. Waarbij je er toch een vraagteken achter mag zeggen of deze mensen nu eigenlijk thuis horen in het toernooi om een wereldkampioenschap. Elk land mag mensen afvaardigen, ik weet het wel. Maar een wereldkampioenschap moet beslist worden tussen de besten ter wereld, naar mijn smaak. En daar behoort deze Patsoulas, als het om schaatsen gaat, absoluut niet bij. 51-12, het gejuich en het gebaar. Hij denkt nog eventjes niet aan die 5000 meter die later deze middag nog op hem wacht. Persoonlijk record zat er ook niet in. 44,5, slechte weersomstandigheden zullen we maar zeggen. En, een beetje laat binnengekomen hier in Oslo, vannacht om 1 uur of 2. Ja, daar rij je geen beste tijd. Goed, dit hebben we gehad. Dat moesten we ook verder maar laten voor wat het was. Patsoulas met de arm omhoog. Wat moet dat worden straks op die 5 kilometer eigenlijk met hem? 10 minuten. Orthodoxe, onorthodoxe schema's zullen we dan krijgen. Deze lachende man uit Schiebroek. We gaan ons bezighouden met iets meer serieuze activiteiten.